Werbrouck in het wit. Teken Chloe Cowen. Drie jaar geleden tweede in de min 66. Ulla Werbrouck moet Europees kampioen worden. Minder mag gewoon niet. Nee. We zeggen het alsof het niks is. Het blijft natuurlijk een prestatie. Je moet er altijd voor vechten. Het is voor haar georganiseerd. Ja. Ja, ze doet het nog net niet. Het is een Vasari. Terecht denk ik. Het was geen Ippon. Nee, er zat ook een kleine onderbreking in. Het was soms op de zijkant. Geven ze wel Ippon daarvoor. Maar het is terecht. En dat zien we ook aan de reactie van Jean-Marie de Dekker. Als hij recht staat, betekent dat dat het een Vasari is. Als het... Als hij de zaal verlaat, is het een Ippon. Als hij gewoon Ippon roept, is het maar een Yuko. Ja, je moet hem begrijpen. En als hij het Vasari roept, is het een Koka. En al wat hij daaronder roept, is gewoon niks. De spanning is te snijden in de zaal. Het publiek houdt zich een beetje in. Ulla staat zeer vinnig. Bovendien ook nog voor Chloe Cowen, 23-jarige. Ulla Werbrouck, kan ze komen? In haar typische positie. Voor de Ushimata. Dat been moet er maar uitflitsen en het is gebeurd. Maar ze wacht een goede moment af. Daar gaat Chloe Cowen! De zaal ontploft, dames en heren. Staande ovatie voor Ulla Werbrouck. In eigen provincie, vlakbij haar eigen Zwevegem. Europese normen naast haar eigen Zwevegem. De muziek, We Are the Champions. Alles is eraan gedaan om er een spektakel van te maken voor het publiek. De druk was enorm groot natuurlijk. Jean-Marie de Dekker kan zich niet houden. En Prins Philippe, hij maakt het weer mee. Hij is er weer getuige van, net als in Atlanta. Hij vindt het precies gewoontjes dat Ulla wint. Hij begint het inderdaad gewoon te worden. Ulla Werbrouck groet het juichende publiek. Schitterende sfeer in de zaal. Nog nooit meegemaakt, nog nooit. Prachtig. Nee, inderdaad, dit is ook op een binnen de perken blijvende manier eraan. Opgeklopt. Met de muziek en zo erbij. Het is allemaal nog keurig. Prachtige beweging. Brengt de perfecte sfeer in de zaal. En Ulla weet, schreeuwt het uit van vreugde na de Ippon. Het publiek kijkt ook even op het videoscherm hier in de zaal, waar ze dezelfde beelden te zien krijgen. En u hoort het, ze juichen mee. Ze doen mee. Ulla Werbrouck dus, Europese kampioen. 3-3 voor de Belgen wat van vandaag. 3 medailles op 3 deelnemers.